Florida en Good Feeling. En daarvoor zat nog de Dire Straits en Walk of Life. We zijn aanbeland in het laatste gedeelte van Tim en Joris. En we zijn vandaag niet alleen. Hier staan een heleboel dames bij ons in de studio. Joris, wat doen deze dames hier? En wat ga jij hen nog allemaal vragen? Wel Tim, wat ik hen ga vragen, ga ik jou nu nog niet vertellen. Dat zul je zo dadelijk te weten komen. Wie ze zijn, ga ik jullie wel vertellen. Het zijn de 5 kandidaten van Miss Fruit Belgium in Sint-Truiden. De verkiezing vindt plaats op 31 maart in de sporthal van de Jodenstraat. En bij mij staat Nele, Marike, Jasmin, Katrien en Therese. Nog eens een goede avond in dit derde gedeelte. Dames, ja, Miss Fruit Belgium, Miss Verkiezingen. De jongens zijn ongetwijfeld geïnteresseerd wie van die dames nu nog vrij is. Nele, ben jij nog vrij? Nee, je hebt een vriendje. Ja, ik heb een vriendje. En steunt jouw vriend jou in jouw verkiezing? Want ik weet dat je nu wel wat minder tijd hebt. Het zal misschien ook wel wat minder tijd voor hem zijn. Hoe verloopt dat allemaal? Ik vind wel dat hij mij heel veel steunt erin en zo. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor eigenlijk. En ja, het is inderdaad wel zo. Ik heb spijtig genoeg niet zo heel veel tijd nu voor hem, maar ik doe echt mijn best om dat, ja, om... ja, om dat toch wel goed te maken als ik terug thuis kom en niet op de manier gelijk hier sommigen denken. Ja, Marike, wat was jij aan het zeggen? Vertel eens even. Zij was met haar bananen bezig. Ja, Marike, jij bent nog vrijgezel, denk ik. Ja. Ja, en jij bent op zoek. Wow, niet echt op zoek. Ik laat het gewoon op mij afkomen. En ja, als het komt, dan komt het. Hè. Ja. Ik heel erg dicht in jouw buurt zit. Dus ik zou toch maar even opletten, Marike. Want zie ik er gevaarlijk uit, Alexander? Nee, maar Marike is vooral een zeer knappe dame, mag ik toch wel zeggen. Dus, de 5 meisjes hier trouwens. Dus dames, gelieven een stapje achteruit te zetten misschien. Mogen we een oproep lanceren via Trudeau FM? Ja, doe maar. We hebben veel luisteraars van boven de 50. Ja, nee. Als ze stemmen? Allee, nee, laat maar. Nee. Oké. Okay. Jasmin, heb jij een vriendje? Ja, ik heb een vriendje. En hoe lang al? 4 maanden. En loopt dat allemaal goed met de verkiezing op 31 maart in het vooruitzicht? Ja, zeker, want hij zal ook zeker aanwezig zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is de grootste steun die je kan hebben als je vriend in het publiek zit en je ouders en zo ook, natuurlijk. En jij, Katrien? Ik ben nog vrij en ik ben happy single en net zoals Marike laat ik het op mij afkomen. Een happy single, wat betekent dat? Ja, dat ik eigenlijk nog geniet van het leven. Ik heb niet echt een vriendje nodig. Ja. Ja. En jij, Therese? Ja, ook een happy single en... Ja, om eerlijk te zijn flirt ik wel graag. Dus daarom dat ik vrijgezel ben. Wel, ik ga jullie nu even wat informatie uit het huis hier geven. Dat doe ik normaal nooit, maar Tim is zoveel met muziek bezig dat hij ook een single is geworden. Dames, jullie dansen allemaal graag. Jullie gaan voor de show ook naar een dansschool. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen, Jasmin? Het is in Hasselt, in Kiewit. En het is zeer fijn om zo gecoacht te worden en die fileerlessen te krijgen van Barbara. En ik ben daar heel dankbaar voor. En dat is welke dansschool precies, Marike of Nele? Cosmodijns in Hasselt, ja. En Katrien, jij danst wel vaak. Is het moeilijk om de dansjes onder de knie te krijgen? Boa, valt wel mee. Als je het eenmaal onder de knie hebt... Vergeet je het niet, niet gemakkelijk? Nee, niet. Nee, het gaat allemaal wel goed. Inderdaad. En voor jou ook, Therese? Ja, ik vind het heel fijn. Vooral dat laatste liedje van Beyoncé. Daar kan je echt heel goed op shaken. En dat vind ik echt heel leuk. En met welke muziek kunnen we jullie goedgezind maken? Mij kunt je met een beetje van alles gelukkig maken, eigenlijk. Samson en Gerst. Ja. Ja. Ik heb ondertussen een leeftijd bereikt dat je daar niet zo graag meer naar luistert. Nee? Okay. Nee, toch niet. Maar zo R&B en pop en house en zo'n beetje van alles. Maar hoofdzakelijk R&B wel. En jaren 80 ongeveer. Ja. We houden van Mamma Mia. Mamma Mia van Abba. Ja, dat begint ook terug te komen. En jij, Marike?
Ik luister graag ook wel naar R&B en ook LMFAO vind ik ook wel een super goede groep. Die dus draaien echt... we hier ook vaak op Trudeau van. Ja. Ja. En jij, Jasmin? Ik luister ook graag R&B en house muziek en soms een beetje dubstep. Dat ken ik niet, maar ik ben al een beetje ouder dan jullie. Dat is, wat is dat precies, dubstep? Van, mijn mama wordt er gek van. Dat is een beetje verschillende tonen. Helemaal anders dan andere muziek. Zo'n beetje gemixt? Ja. Oké, dat ken ik natuurlijk wel weer. Katrine, jij? Welke muziek luister jij? Ik luister graag naar pop en R&B. Ook R&B. Ja, is wel echt in bij de jeugd, precies. En jij, Therese? Ik luister graag naar alles. Zelf ouderwetse muziek, klassiek, eigenlijk alles. Die hoor ik graag. Niemand die luisterella of... nee. heel belangrijk natuurlijk, de verkiezing. Wanneer vindt de verkiezing plaats? Ik heb het al een aantal keren gezegd. Zeggen jullie het nog maar eens. En waarom moeten de mensen op jullie stemmen? Want jullie, ze kunnen ook op jullie stemmen. Vertel daar eens iets meer over. Ja, doe maar, Jasmin. Je kunt stemmen op de site www.missitems.be. Aan de rechterkant op Pols, Miss Fruit. En stemmen op Jasmin van der Velpen, want ik ben 16 jaar en ik ben de jongste van de groep. En het zou een heel leuke ervaring zijn. Ah, dat vond ik wel gedurfd. Even reclame maken voor jezelf. En jullie staan er trouwens allemaal op. Nele, Marieke, Catherine, Therese en de andere vijf meisjes natuurlijk ook. We gaan weer even afsluiten voor muziek. Nog even vragen, welk is, of hebben jullie op dit moment een gezamenlijke favoriete plaat? Dan gaan we die nu draaien. Van Beyoncé, Love on Top. Wel, die gaan we zo dadelijk draaien. Dat is ook een nummer dat in de show gaat voorkomen. Ja, een lekker shake nummer. Wel, dat gaan we zo dadelijk draaien. En na deze plaat gaan we het woord geven aan Alexandra Rossini. Want zij is hier alles met argusogen in het oog aan het houden. En zij gaat dadelijk ook wel wat vragen stellen aan de meisjes. Alexandra, hoe vond je ondertussen dat ze het gedaan hebben? Want het is toch allemaal nieuw voor hun? Opnieuw moet ik zeggen, ik vond dat ze het schitterend ervan afgebracht hadden. Er zijn ook woorden ingekort, wat ik ook heel belangrijk vind. Dat de luisteraar toch geboeid blijft. Dus voor mij hebben ze het schitterend gedaan. En de duim omhoog. Allemaal dankzij u. Ja, en de interviewer, heeft hij het ook een beetje goed gedaan? De interviewer, ja. Zal ik daar later commentaar op geven misschien? Oké, misschien best wel. Even wat muziek. Deze plaat horen jullie alleszins op de verkiezing. Zaterdag 31 maart in de sporthal van de Jodenstraat. Kaarten zijn te koop met de kandidaten. En je vindt hem terug via de Facebook. En je kan ook op hun stemmen en dit via Miss Items, www.missitems.be. En daar vind je ze allemaal mooi gefotografeerd terug door, jawel, George Riga. Weer al. Trudeau FM, een radio apart. Alla en mama Mia hier bij Trudeau FM. Ondertussen zijn we bijna 9:30 geworden. En Joris, nu is het even niet aan de dames, maar aan iemand anders. En vertel eens wie, wat, waar, wanneer, hoe. Wel, bij ons is nog steeds Alexandra Rossini van TCA, de coaching agency. Ze heeft ook een mediatraining gegeven aan de dames. En ja, zij gaat hun ook een beetje op de rooster leggen. Goedenavond, Alexandra. Goedenavond, Joris. Nogmaals, dank dat ik er vandaag bij mocht zijn. Wel, dat is heel, heel fijn. Ik wil toch nog even vragen. Je hebt de meisjes ondertussen anderhalf uur al kunnen bezig zien. Hebben ze het er een beetje goed van afgebracht? Heb je geen grijze haren gekregen ondertussen? Daar bestaan perfecte kleuringen voor, maar ik ga zeker en vast mijn haren niet gaan kleuren. Want net zoals een paar minuten geleden is mijn oordeel nog steeds hetzelfde, dus hebben we het nog altijd schitterend gedaan. Wel, ik ben het daar volledig mee eens. En je hebt ook enkele vraagjes voor onze kandidaten. Ik heb inderdaad een paar vraagjes. Ik ga ze niet zozeer op de rooster leggen, want dat heb ik x aantal weken terug al mogen doen. Joris, ik ga eerst even een vraag terugstellen aan jou. Oei. Wat vond jij ervan tot nu toe? Wel, ik vond eigenlijk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ze zijn heel spontaan, heel goed lachs, heel vrolijk. Het is eigenlijk net wat een... En ook heel mooi natuurlijk. Het is alle eigenschappen die een mis moet hebben. En als je mij nu zou vragen wie van de vijf zou jij kiezen, wel, ik zou het begot niet weten. Hebben we het dan over een keuze finale gericht of hebben we het op een andere keuze? En wel, je begint toch altijd zo te denken van hoe korter we naar de finale gaan, wie zou het kunnen worden? Wel, ik zou het begot niet weten. Eén ding weet ik zeker, George wordt het niet. Helaas.
En ik veronderstel dat ik mij ook niet kan inschrijven meer als ik hoor welke fantastische prijzen dat zij krijgen en door welke grote namen dat zij toch gesponsord worden. Ja, absoluut. We denken dan zeker en vast aan Juwelier Jans, aan Vestraats Cosmetics, aan Tino Merinski, die een Hyundai ter beschikking stelt. We denken ook aan Reize Lauwers, uiteraard, die de reis naar Disneyland zal bekostigen, waar de meisjes na de finale allemaal samen naartoe gaan. Denk aan de kledingsponsor Langelo, Slimport, voor de BH's en de bikinis, zo is het. En verder vergeet ik er een heleboel natuurlijk. We hebben ook heel veel kleine sponsors hier in Sint-Truiden, die ik via deze weg natuurlijk ook allemaal wil bedanken. Altijd heel fijn om te horen dat er zoveel mensen toch wel achter een misverkiezing, of zal ik maar eerder zeggen, een organisatie staan. Ja, en we hebben ook natuurlijk de site Miss Items, die exclusief zich met onze verkiezing verbindt. En daar wil ik in deze naam ook Filip van den Bergen bedanken, die van het verre Brugge komt, maar die heel vaak aanwezig is en die de meisjes heel nauw opvolgt. Dus zeker en vast ook wel een bedanking waard via deze weg. Nu, dames, ik heb begrepen dat mensen op jullie kunnen stemmen via die Miss Items site. Kunnen jullie daar nog even kort een klein woordje elk uitleg over geven? Daarmee even de naam vernoemen en hoe mensen jullie daar op die specifieke website van missitems.be kunnen terugvinden. Dus zoals Jasmin juist al vermeldde, het is dus op de website www.missitems.be. Rechts op de hoofdpagina vind je het woordje polls en daaronder staat Miss Fruit Belgium. En ik zou zeggen, stem op mij. Ik ben de oudste van die groep en ja, ik weet het niet. Ik zou het toch wel echt heel leuk vinden. Misschien een mooie slogan, een hele oud, maar nog niet versleten. Oké, zo ben ik nu ook weer niet, hè. Oké. Ja, goedenavond. Ik ben Marieke de Batselier. En als je de instructies van Nele opvolgt, maar dan gewoon juist op Marieke de Batselier stemmen, dan, ja, dan zijn jullie allemaal engeltjes voor mij. Dan komen de mensen er ook wel, natuurlijk. En kan jij nog eens even zeggen waarom dat zij juist op jou moeten stemmen? Jasmin, denk je dat het is? Ja, ik ben Jasmin van der Velpen en ik ben de jongste van de groep. En het zou heel leuk zijn moest ik Miss Fruit winnen. En dan mag jij 1 kilo appels bij mij in Zaventem komen afzetten, want Joris, ik eet heel graag fruit, specifiek appels. En de volgende? Ik ben Katrien Sharma en zoals de kandidaten net al vermeld hebben, kunnen jullie allemaal op mij stemmen via www.missitems.be. Ja, stem allemaal voor mij. Therese, jij bent de laatste in het rijtje. Ik ga je vragen, staan jullie foto's er ook bij op missitems.be? Ja, de foto's van de activiteiten die wij gedaan hebben, staan daar ook op. Dus daar, je kan dat vinden onder Miss Fruit Belgium als je bij die missverkiezingen gaat kijken. Kijk eens aan. Dames, ik heb gehoord dat jullie niet zo gauw bezig zijn geweest met andere missverkiezingen. Nu, ik kan jullie dat niet kwalijk nemen, want voordat ik aan mijn misjaar begon, had ik zelf eigenlijk geen benul dat er toch wel over de 90 misverkiezingen in ons klein landje aanwezig zijn. Dus ik zou zeggen, hebben jullie interesse, begin er dan vanavond alvast maar aan, want het gaat wel even duren. Zo, Joris, ik heb nog één belangrijke vraag voor de dames. Ik denk dat die voor de organisatie ook wel heel belangrijk zal zijn. Mochten jullie een goed doel gaan kiezen om de organisatie eigenlijk meer in het daglicht te stellen, voor welk doel zouden jullie dan kiezen? Ik kies eigenlijk bewust voor... het heeft niet echt te maken met fruit. Maar ik kies bewust voor het dierenasiel, omdat ik een echte dierenliefhebber ben eigenlijk. En ik ben ook nog van plan om eventueel misschien wel een dagje te gaan meedraaien in het dierenasiel. Daar moet ik wel nog achter informeren, maar ik hoop wel dat ik dat ga mogen doen. Dan heb ik zo'n licht vermoeden dat je met een gebroken hartje daar buiten gaat, want ik vind het allemaal zo erg wat dat je in die dierenasielen ziet. Zij vangen die dieren wel op, maar toch, je kan ze niet allemaal mee naar huis nemen en dat is natuurlijk wel spijtig, hè? Ja, wij zijn een tijdje geleden zijn we ons vorig hondje verloren en we hebben haar een spuitje moeten laten geven en uiteindelijk is mama met allemaal hondjes van het dierenasiel beginnen gaan wandelen. En uiteindelijk heeft ze ons verrast met dat ze niet een hond mee naar huis had gebracht, onze lieve Barco. Ik zou echt niet meer zonder hem kunnen en
ja, het is toch wel, het doet u wel iets als je iedere keer uit dat dierenasiel komt, zo van, toch wel chapeau dat de mensen daar toch zo fel willen voor zorgen eigenlijk. Dus. Maar kijk eens aan, één sukkelaar toch alweer geholpen. Joris, jij probeert hier al 3 maal iets te zeggen tegen mij. Ik ga toch even zeggen dat Nielle toch wel geluk heeft, want het dierenasiel is ook een goed doel waar Miss Fruit Belgium zich voor inzet. We gaan namelijk op zaterdag 24 maart op de zaterdagmarkt pennen verkopen. Ten voordele van het dierenasiel, net zoals vorig jaar, €5 voor een pakje pennen. 4 pennen zitten erin, ze schrijven heel goed, heb ik vernomen. En we geven natuurlijk, we zouden de Miss Fruit Belgium verkiezing niet zijn als we er ook geen appels bij geven. Dus mensen die een pakje pennen kopen, die krijgen ook 1 of 2 appels mee. Die mogen ze dan bij ons op de stand komen halen. Zaterdag 24 maart op de zaterdagmarkt hier in Sint-Truiden. Gaan jullie er ook zijn? Ik zou het geloven. Wel, ik ga er ook zijn. Speciaal voor de appels uiteraard. Mijn volgende vraag voor een van jullie. Jullie mogen kiezen wie dat die vraag gaat beantwoorden. Geef Joris punten van 1 tot 10. Oppassen nu, dames. Dat kan jullie nog zwaar opbreken. En de microfoon wordt heel geleidelijk aan doorgesproken. Niemand durft hier blijkbaar het risico nemen. Ja, Marieke, hij is toch bij jou terechtgekomen, dus jij hebt het grote lot gewonnen. Vertel ons, wat vond je van Joris zijn presentatie en wat vind je van Joris als persoon zelf? Ik denk dat ik hem goede punten ga geven, want hij zit nogthans nog altijd in het comité. Dus. Dit is dus wel heel eerlijk. Bij mediatraining brengen wij u dat zo niet aan. Nee, maar Joris is altijd heel vriendelijk geweest. En hij is ook altijd bij alle activiteiten geweest en heeft ons ook overal gesteund. Dus ja, niet... Buiten alle vooroordelen dat iedereen het altijd maakt, zal ik hem toch wel een... Tien is nu negatief te veel, dus dan zal ik hem toch een 9 geven. Oké, ik zal jou mijn gsm-nummer geven. Die heb ik al. Kijk eens aan, ik denk Joris dat jij dan haar gsm-nummer zou moeten vragen in plaats van omgekeerd. Ja. Ik denk dat ik de mediatraining bij jou nog eens moet volgen, Alexandra. Dan zal ik jou zeker en vast leren hoe het wel en zeker niet moet. Zo, dames, zijn jullie er klaar voor die grote bewuste finale? Want het komt dichter en dichter, hè? Eigenlijk, ja, nu valt het nog mee. Nu is er nog niet zo heel veel spanning. Maar ik denk dat de dag zelf, dat er toch wel enorm veel spanning gaat zijn. Omdat, ja, dat is zoiets nieuws. Want ik denk dat iedereen wel ooit aan een misverkiezing heeft gedaan, meegemaakt. En ja, ik denk toch wel, ja, het gaat fijn worden, hoop ik. Ja. Het gaat sowieso fijn worden. Want als ik naar mijn misjaar terugkijk, er komt inderdaad veel spanning bij kijken, maar ik kan jullie maar 1 tip hierover geven en is gewoon volop genieten die dag, want die dag is zo voorbij. En wie dat het wordt, weten we uiteraard niet. Daarom zijn jullie er natuurlijk om op de dames te stemmen via de webstack van missitems.be. Ga naar de poll en kies jouw favoriete dame eruit. Zo is dat. En ik heb hier ook nog kaarten liggen. Het heeft eventjes geduurd. 5 kaarten. Wat moet je daarvoor doen? Wel, reageer op onze Facebook en beantwoord de vraag. Wie is de huidige winnares Miss Fruit Belgium 2011? Ze is heel veel in de boekjes geweest. Zelfs woensdag nog op tv. Ik denk dat je het niet kan missen. Laat het ons weten op onze Facebook. En dan kan je hier de kaarten komen afhalen tot 9:45. Joris, ik weet het. Mag ik ook meedoen of... Jij mag ook meedoen, Alexandra. Dan zal ik het jullie meteen nu zeggen. Nee, ik ga het laten voor onze trouwe luisteraars natuurlijk. Dus als de bliksem naar Facebook gaan of naar ander media-item en schrijf zo snel mogelijk de naam van de huidige Miss Fruit op en win die kaarten. Ga ermee naar huis en kom absoluut naar deze topfinale kijken, want het belooft een finale van je welste te worden. Ja, en misschien ook nog vertellen dat we enkele muzikale verrassingen hebben, die we nu ook niet meer geheim houden. We hebben Dimi van Jim TV, die een spetterend optreden zal geven. Hij is vorig jaar ook onze gast geweest en we konden niet anders dan hem terugvragen, omdat hij de zaal wel letterlijk op stelte heeft gezet. En ik bedoel dan ook wel heel de zaal. Niet alleen de gewone mensen achteraan, maar ook de VIP's, oudere mensen. Iedereen stond letterlijk op tafel, nog nooit gezien. En we hopen dat hij dit jaar opnieuw kan bereiken.
Nu, ik denk als ik het zo allemaal te horen krijg dat er muzikale intermezzo's tussenkomen en onze dames toch wel muzikaal en danserig aangelegd zijn, zal ik zo maar zeggen, dan kunnen wij dit eigenlijk toch bijna vergelijken, Joris, met een nieuwe show op televisie. Laat ons zeggen, een combinatie van So You Think You Can Dance en de nieuwe Idol of de nieuwe Voice. Ik ben alvast heel benieuwd, want ik ga ook komen kijken, want dit wil ik voor geen geld van de wereld missen. En ja, ik ben echt wel heel benieuwd, heel spannend voor mij. Wel, ik ben net zo benieuwd als jou, Alexandra. Eén ding, daar ben ik wel zeker van dat de meisjes het goed gaan doen, ondanks de zenuwen die er wel zullen zijn die avond. Heb jij nog een tip, Alexandra, om die zenuwen misschien onder controle te krijgen? Wel, het is een beetje raar om dit misschien op de radio te zeggen, maar als zij zenuwen in het gezicht krijgen, moeten zij gewoon hun sexy bips bij elkaar knijpen en dan gaan al de zenuwtrekjes naar daar. Nee, voor verder zou ik gewoon zeggen, vergeet absoluut niet diep in en uitademen. George, stop er mee om naar de dames hun sexy bips te kijken nu, want ik zie dat allemaal van hier achteruit. Nee, dames, gewoon even niet stressen. Gewoon rustig diep in- en uitademen. En drink voldoende water, want dat kan ook wel eens helpen. Voilà, nog een mooie afsluiting, denk ik, van dit interview hier op Trudo FM. Want het is weer bijna 10:00. Wij gaan nog wat muziek draaien. Wij danken jullie ontzettend voor de komst naar de studio. Nele, Marieke, Jasmin, Katrien en Therese. En we wensen jullie heel veel succes op de verkiezing 31 maart in de Jodenstraat in Sint-Truiden. Dank je wel. Dit is Trudo FM. Vanuit Sint-Truiden via 105.2 FM en vanuit Borgloon via 105.6 FM.